Ben ik ermee klaar en dan wat ik altijd doe, ik heb altijd mijn druk. Super tof dat je kijkt naar Gloneel Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Het is nu bijna 9, het is nu precies 9 uur. Ik ben een tijdje wakker, maar alleen even opstarten ging een beetje moeilijk. En mijn bed te gaan is een beetje moeilijk. Dus ik dacht, weet je, ik blijf nog eventjes een paar dagen uurtjes liggen. Oh, even aangekomen, dat moest ook weer gebeuren. En ik weet niet wat met mijn camera is, maar van het moment van mijn geheugen zit er gewoon snel vol, merk ik. Ja. Ja, je krijgt zo eten. Even een licht aanzetten, dat kan ik beter zien. En dan ga ik even klaarmaken om te editen. En lekker een bak koffie te zetten. Ben ik ermee klaar? En dan wat ik altijd doe, ik heb altijd om het editen heb ik altijd rolgordijnen open, omdat ik dan wel goed kan zien. Maar nu ben ik klaar en dan kan die omhoog. Hoe heerlijk is dat? Zo, dan kan ik genieten van een heerlijke zonnetje gewoon. Die zit te schijnen. En het lekkerste wat er is, zonnetje schijnt, lucht is blauw. En dit nummer is lekker. Maar het klinkt wel ongelooflijk lekker. Ik vind dat heerlijk. En wat ook heerlijk is trouwens, om lekker even een bakje koffie te nemen. Alleen, ik heb net wel koffie natuurlijk gezet. Toen ben ik achtergekomen dat ik weer in water moet vullen. Ja. Dus dan ga ik dat even doen. Even water vullen. Dus ga ik even dat doen. Zo. Ga ik even de dingetjes even vullen. En koffie zetten. Zo, daar gaat hij dan. Even vullen hoor. Oké, je bent bijna klaar. Oké. Zo. Dat is gedaan. En dan ga ik hem even neerzetten. Zo. Oké. Kopje pakken. Eronder zetten. Nieuw koffiefilter erin. En ik merk wel echt hoe vroeger ik wakker word, hoe meer ik nieuw koffiekipet vergeet. En ik had er een keer over gehad dat een keer koffiepads helemaal open is gegaan. Al die spul zit nou in die zak. En wat ik ook moet doen is even nieuwe halen. Ik heb op constant een paar dagen al net gezegd en dan ben ik vergeet elke keer. Dus ik weet niet hoe het komt, maar als ik echt nu vergeet, ga ik vanavond uit mijn werk ga ik halen. Maar ja, werd het dat ik ga vergeten? Ik weet het zeker. Dus ga ik even koffie zetten. En wat ik ook ga doen is even lekker wasje aanzetten. Dat moet ook even gebeuren. Want ik heb hier een balletje en dan doe ik altijd deze erin. Dus dan gaan we het ook even doen ook. Want die is ook op, zie ik. Zo, nou. Dat laatste beetje kan nog bij. Gelukkig heb ik een nieuwe, want deze is maar op. Maar gelukkig heb ik een nieuwe. Dus zet ik hem er even in. En dan even deze erin. Doe ik altijd zo als scheutje. Oh, ik doe altijd. Ik weet niet wat jullie doen, maar ik had er mijn begeleider over en die zegt: je hoeft niet hele dop. Dat is eigenlijk veel te veel. Maar moet je nou wel door een hele dop doen, maar of niet, juist niet. Dus laat me even weten in de reactie wat hoe jullie het meestal doen. Dus ik doe gewoon altijd nu door een dop. En doe ik in het bakje. En klaar is Kees. Waar is Kees dan? Kees! Oké. Maar ja, ik ga dan even die vullen. Even eigenlijk aanzetten. Ik heb altijd verschillend. Want ik weet niet hoe jullie al meestal doen, maar ik doe altijd onderbroeken, handdoeken. Doe ik op 40 graden. En wat we vandaag gaan doen
Kleren, gewoon kleren doe ik altijd gewoon 30 graden. En op harde tour. Ja, ik weet niet wat het eigenlijk is. Wat confituren? Ik weet niet wat het is, maar oké. Maar dan gaat hij nu aan. Zo, dat is geregeld. Koffie is ook klaar. Die zet ik er nu ook aan. En dan heb ik alles gehad. En als ik klaar met de was, ga ik even was ophangen. Die al rek al klaar staat. Daar achter mij. Daar zo. Dus dat is ook weer gebeurd. En alleen deze kan weg. En dan klaarmaken om lekker bakje koffie te drinken en van het weer genieten. Dan wil ik even lekker van genieten van het weer. Ik ga nu lekker mijn bedje in. Dus wat het teken dat ik jullie allemaal even wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. En morgen, wat ik al zei, komt een apart video aan. Wil je dat checken, dan zie je die al morgen. En overmorgen zie je ook een aparte video. Dus nogmaals, allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers weer. Gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ben thuis gekomen. En wat ik nu ga doen is wat ik uit mijn winkel heb gedaan. Wat ik uit mijn werk heb gedaan is even lekker pizza'sje meegenomen. Om lekker te eten en ook gelijk eten voor morgen. En wat ik zo ongelooflijk vind.